We staan hier bij de Drostenburgschool, waar de Cruijff Foundation zijn 200ste Cruijffkoord gaat openen. Mede mogelijk gemaakt door Greenfields doen wij vandaag namens Helden verslag van wat er hier vandaag allemaal gebeurt. Ja, we gaan vandaag het 200ste Cruijffkoord openen in samenwerking met Malou van Rijn. Het wordt ook het Malou van Rijn veldje. Ja, dat is natuurlijk een mijlpaal in de Cruijff Foundation geschiedenis. Ooit in 2003 begonnen met het Aaron Winterveldje in Lelystad. Ja, nu doorgegroeid richting 200. En vandaag dus een speciaal Cruijffkoord, dus ook aangepast op de doelgroep. Aangepast op kinderen met een handicap. Onze school is een school voor kinderen met een lichamelijke beperking, een chronische ziekte. En kinderen met een meervoudige beperking, dus lichamelijk en verstandelijk. Sporten vinden wij ontzettend belangrijk. Dus dat betekent dat er natuurlijk bewegingsonderwijs is, zwemonderwijs hier op de school. Ik vond het zo onwijs gaaf dat de foundation zich inzet voor gehandicapten, maar ook niet gehandicapte kinderen. En vooral het integreren en het samen sporten. Dat ik sinds mijn 12e gewoon fan ben. En toen ben ik jeugdambassadrice geworden. En nu, 10 jaar later, mag ik het nog steeds zijn. Het is natuurlijk een ontzettende eer dat iemand die echt voor onze leerlingen een aansprekend voorbeeld is. Omdat ze fantastische prestaties neerzet, dat zij haar naam aan dit Cruijffkoord wil verbinden. Ja, dit is ongelooflijk gaaf. Het is zo'n ongelooflijk grote eer dat het mijn naam mag hebben, dit mooie koord. En dat zoveel kinderen hier nu op kunnen gaan sporten, is echt fantastisch. En heb je ook nog in een soort van estafette het stokje door mogen geven aan de nieuwe generatie? Hoe is het hier om de nieuwe kinderen hier allemaal blij te zien met het nieuwe veldje? Het is echt geweldig. Ik weet nog goed hoe het was om hier op school te zitten en te sporten. En gewoon samen te sporten en kijken naar je mogelijkheden, naar wat je allemaal kan. En dat heb ik echt hier geleerd. En ik hoop dat die kinderen dat door middel van dit Cruijffkoord ook kunnen gaan leren.